spreken. Ik ben één bij jou op bezoek. Want ja, al meer dan een week zijn hier mensen uit Afrika, uit Oeganda op bezoek. Maar er zit een heel verhaal achter, want het is een koor. Vertel me dat verhaal, want ik ben ontzettend benieuwd. Oké. Nou, de leider van het koor, dat is Masembe Robinson. Die heb ik zo'n 5 jaar geleden al leren kennen. Misschien kun je nog herinneren dat je ooit wat een interview hebt opgenomen bij mij, van mij. Voor de Good Hope. Voor de ambulance? De ambulance, inderdaad, ja. Nou, in die periode was er een Oegandese kinderkoor bij ons in de Sint-Vituskerk. Die hebben daar opgetreden en een van de leraren, dat was Masembe Robinson. Nou, daar ben ik mee bevriend geraakt. We hebben via Facebook hebben we contacten onderhouden en zo. 5 jaar lang. En ja, Masembe die liep tegen een probleem aan in zijn land, namelijk dat heel veel jongeren hun middelbare school niet af kunnen maken wegens financiële moeilijkheden. En hij had zoiets van, ik ben muziekleraar en ik voel me daar ja, een beetje verantwoordelijk voor. Ik ga de jongeren helpen en hij heeft dus een stuk land gekocht van 2 hectare. De bedoeling is dat hij daar een muziekschool op gaat zetten en een x-aantal kleine woningen voor jongens en voor meisjes, zodat de jeugd die daar op dit moment schaaloos loopt, gratis van hem een muziekopleiding kan gaan volgen, in die tussentijd daar kan wonen. En op die manier met dat muziek maken geld kunnen gaan verdienen om, ja, om hun studie af te gaan betalen. Dus een middelbare school en eventueel een universiteit zelfs. Dat is een heel goed initiatief. Dat is een super initiatief. En ja, goed, ik ben gewoon daar heel erg bij betrokken. Ik vind Robinson een geweldige vent. En het is een betrouwbare kerel. En ja, goed, ik had echt zoiets van, ik ga jou helpen. Laat Afrika zingen. Nou, het lijkt er meer op dat Dedemsvaart aan het zingen is. Als je ziet hoe hartverwarmend de Dedemsvaarders reageren op alles wat wij ondernemen hier. Dat is echt geweldig. Het is een koor van 30 mensen. En daarvan zijn er 8 nu in Nederland. En ja, die toeren dus op dit moment rond met Afrikaanse muziek, gospels, spirituals, opwekkingsliederen. Ja, echt van alles. Ik zag ook, want ze hebben maar speciale instrumenten zelf gemaakt. Ja, ze hebben djembe's en trommels. Djembe's, dat zijn houten trommels, zeg maar. Die zijn uit een boomstam gemaakt die uitgehold is en bespannen met geitenhuid. En ze hebben trommels, die zijn dus dicht aan de onderkant. De djembe is open aan de onderkant en de trommel is dicht. En ze hebben de adungu. Oh, dat is ook een heel, heel speciaal iets om over te vertellen. Dat is de boogharp. En die is ook van hout gemaakt en bespannen met snaren. En dat is eigenlijk de oorspronkelijke harp. Zoals die in de tijd voor de geboorte van Jezus al gebruikt werd. Dus misschien heeft koning David er ooit nog wel op gespeeld op zo'n harp. Het heet in ieder geval adungu. En dat is ook heel bijzonder, want Robinson die heeft dus een boek gemaakt en dat is een beschrijving van hoe bespeel je nou zo'n adungu, hoe stem je hem. En hij is alle stammen van Oeganda langs geweest, want elke stam in Oeganda die heeft zijn eigen muziek.
En die muziek staat nergens genoteerd, dus er zijn geen noten van, er zijn geen notenschriften van. En wat heeft u nu gedaan? Hij heeft het allemaal opgenomen met zijn zaktelefoontje. Dus al die nummers, die heeft hij uitgewerkt in noten. En die worden ook door het koor gespeeld. Dus het kan niet meer verloren gaan voor de toekomst. Dus die muziek blijft gewoon bestaan dankzij hem. Dus hij is eigenlijk wel heel bijzonder bezig. En heeft er dus ook een boek voor gemaakt, wat ik al zei. En er zit een cd bij, waarmee je dus nog een keer alles kunt beluisteren. Leden van het koor zijn hier in Dedemsvaart. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Dat is een heel verhaal, want het is heel lastig om mensen uit Oeganda hier te krijgen. Het koor bestaat uit 30 man in totaal. En we hebben dus 8 mensen hebben hier kunnen krijgen. Ja, daar sta je dus garant voor. Je nodigt ze uit. Je moet van alles en nog wat aan papieren invullen. Vervolgens gaat hij naar het consulaat gaan. En vragen van, ja, mag ik naar Nederland en mogen die mensen met mij mee? Nou, en uiteindelijk is dat gelukt. Pas op de dag voor vertrek wisten we zeker dat ze zouden komen. En het gevolg is dat je dus buiten Dedemsvaart geen boekingen kunt maken. Want je weet niet zeker of een koor komt. Maar op welke datum kwamen deze koorleden aan hier in Dedemsvaart? 16 april zijn ze aangekomen. Geert heeft ze opgehaald met Dieneke Marson. Dieneke Marson is een vrouw die heeft een stichting. En zij vallen op dit moment tijdelijk onder de stichting van Dieneke. Dat is de stichting Vrienden van Kisumu. En dankzij de stichting zijn dus alle visa in orde gekomen. En dus daar zijn daar heel dankbaar voor. Dat is mooi. Ja, maar nou zijn ze hier in Dedemsvaart. Jullie hebben al een drukke tijd achter de rug, hè? Want jullie zijn overal al geweest. Ja. Ja, ze logeren natuurlijk bij ons in huis, dus we hebben de woning een klein beetje verbouwd. We hebben een zolderbed, een stapelbed en een uitschuifbed dankzij mijn zwager. Die heeft dat even helemaal voor elkaar gemaakt. 2 mensen slapen op de overloop en we hebben een logeerkamer met een dubbelbed daar nog in. Dus alle 8 kunnen precies slapen. Nou, we hebben 1 slaapkamer over, die wordt gebruikt als storage, dus als rommelkamer, zeg maar. Dus daar kunnen alle djembe's staan, alle muziekinstrumenten, et cetera. En ja, we hebben een hele grote tafel waar we allemaal aan kunnen eten. En het is gewoon 1 grote familie, super gezellig. Maar ik ga geloof ik een beetje voorbij aan de vraag die je stelde. Ja, want ik stelde eigenlijk de vraag van, want jullie zijn al op verschillende plekken geweest hier in Hanberg. Ja, wonder boven wonder. Het is echt, het wordt door God geleid zonder meer. Want we hebben in alle kerken in Dedemsvaart zo'n beetje mogen spelen, behalve de christelijke gereformeerden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet gevraagd heb. Dus die hadden waarschijnlijk ook wel ja gezegd. En ze hebben een zangworkshop gegeven in Sipculo. Nou, we staan morgen staan wij uiteraard op de Koninginnenmarkt. Of de Koningsmarkt is dat tegenwoordig natuurlijk. Nou, ik had zelfs een beetje de angst van toen ze hier kwamen. Van wat zullen de buren er wel van vinden? En die buren die zijn zo spontaan dat ze vanavond dus gewoon een feest in de straat organiseren. Van jongens, laat die kinderen optreden en wij gaan wat geld bij elkaar brengen voor ze. Nou, dat is super. Ja, geweldig idee, want ja, straks begint hier om 7 uur. Kijk, de klok gaat al. Dus het gaat zo beginnen. Gaan ze hier in de straat, in de Rietgans, gaan ze zingen, hè? Ja, inderdaad. En donderdag is trouwens ook nog iets leuks. Dat wil ik toch wel even vermelden als dat mag van jou. Want donderdag, dat is het laatste concert van ze. En ik weet niet of je weet dat in het oude gebouw van Vitus, daar zit nu een Italiaans restaurantje. En daar kun je dus nu voor 16,50 een pizza en wat te drinken halen. En het optreden van hun bijwonen. Donderdagavond vanaf 5 uur, maar wel reserveren. Ik ben er onlangs geweest. Je kunt er super goed eten. Dus echt, ja. Super lekker, hè? Ja, Gianluca is echt een hele goede kok. En zijn broer ook trouwens. Ja. Maar zoals ik uit je woon begrijp, gaan ze vrijdag weer naar huis toe? Ja, vrijdagochtend gaan ze weer terug naar Entebbe en dan van daaruit naar Kampala. Dan hebben ze een drukke periode gehad. Een hele drukke periode, want we hebben bijna elke dag wel iets gehad waar ze konden spelen.
Dus Dedemsvaart is heel gul geweest. En ook van alle kanten vanuit de kerken. Er zijn fietsen aangeleverd waar ze gebruik van mochten maken. Nou, het is gewoon zo verwarmend. Ja.